Voormalig aanvaller Sjoerd Arts is niet bang voor het zwarte gat na zijn beslissing om te stoppen als profvoetballer. Hoewel hij even moest slikken toen hij de eerste training van de Graafschap afgelopen zondag zag, hoopt Arts op een nieuwe uitdaging op de Vijverberg. Ik moet wel zeggen, dan kriebelt het wel weer een klein beetje. Ik ben wat dat betreft nog wel echt liefhebben. Alleen ja, goed, op het moment dat, dat ik die keus gemaakt heb, dan kijk je ook vooruit. En er liggen weer mooie andere nieuwe uitdagingen. Want wat zijn de uitdagingen die jij de komende tijd aangaat? Nou ja, sowieso op voetballend gebied ga ik nou naar de treffers. Dat is wel een uitdaging waar ik heel erg veel zin in heb. En ja, daarnaast heb ik nou een eigen bedrijf opgestart, samen met twee andere partners. En in de zonnepanelenbusiness. En wat zijn jouw ambities in die zonnepanelenbusiness? Ja, om de markt te veroveren. Nee, ja goed, we hebben nu, we zijn nu net onderweg. Alleen het ziet er al heel erg goed uit. En ja, onze ambities zijn gewoon om de Achterhoek te gaan verduurzamen. Als voetballer ben je nu van de Vijverberg af, maar ik geloof dat je er in deze rol weer terug gaat komen. Ja, ja nee, we zijn ook met de Graafschap nu in gesprek om, om het stadion verder te gaan verduurzamen. Ja goed, ik vind dat betaald voetbalorganisaties wat dat betreft een voorbeeldfunctie hebben. En ja, ik denk dat de Graafschap wat dat betreft in de Achterhoek zeker een mooie voortrekkersrol kan gaan spelen in het verduurzamingstraject. En wat gaat jouw rol daarin worden? Nou ja, mijn rol vanuit mijn bedrijf... Ons bedrijf moet ik zeggen, gaan wij de Graafschap daarin helpen. Dus we gaan proberen het hele stadion te verduurzamen. Niet alleen met zonnepanelen, maar ook ja, het totale traject eigenlijk. Wat gaat er nog meer gebeuren? Nou ja, daarin zul je kijken naar andere facetten ook binnen het gebouwde omgeving, zeg maar. Dus dan heb je het over ledverlichting, dan heb je het over aanwezigheidsdetectie. Ja, van koelkassen tot eigenlijk alles wat maar energiebesparend kan zijn. Dat zwarte gat, dat gaat nog niet echt komen, geloof ik. Nee, dat zwarte gat, daar denk ik niet dat ik last van zal hebben. Tijdtekort wel. Wat is de grootste uitdaging? Waar heb je meeste zin in? Nou ja, weet je, combinatie van eigenlijk. Ik heb echt zin om er nog lekker te gaan voetballen bij de treffers. Nog een jaartje te knallen sowieso. Ja, en daarnaast ja, met het Achterhoek duurzaam verhaal natuurlijk. En ja, dan denk ik dat binnenkort in de voetballerij ook nog wel wat bekend wordt. Maar dat hou ik nog heel even voor me.